Zo, daar hebben we de beloofde Zara shoplog. Als je me volgt op Instagram, had ik gevraagd: zouden jullie het leuk vinden om te zien wat ik allemaal heb gekocht voor Vos en Hazel, maar voornamelijk voor Vos, voor deze herfstwinter in de Zara sale? Toen werd er massaal ja op geantwoord. Toen dacht ik, nou, dan gaan we dat doen. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om te laten zien. De Zara sale, ik vind hem echt fantastisch. Twee keer per jaar. Dan opent hij. En dan, wat voor het ijstip het ook is, ik ram het er doorheen. Dus nu openen die op, nou, dat was de week, nou, de week van mijn bevalling. En ik was toch aan het voeden en ik had een hand vrij. Hij opende om 10 uur en om 11 uur of zo zat ik er klaar voor en heb ik besteld. Echt, ik heb €160 uitgegeven. Ik heb 24 items. €5 gemiddeld per stuk. Ik bedoel, laten we even wel zijn. Dit is echt een super goede deal. En ik heb echt hele leuke items. Hiermee kan ik gewoon heel Hazel er... Eigenlijk zijn Hazel en Vos beide nu soort van half klaar voor de komende paar seizoenen. Top. De dingen die ik vaak niet in de sale koop, of omdat ik het niet, of omdat het me niet lukt, of omdat ik gewoon, nou ja, het gewoon, nou, vaak lukt het gewoon niet of zo. Ook qua maat niet of qua stijl niet. Maar winterjassen en winterschoenen, daar beknippel ik eigenlijk ook sowieso niet op. Maar de rest van de dingen voor Vos probeer ik eigenlijk altijd ook wel in de sale te halen. En ik vind zelf altijd dat mijn zoon er erg goed uitziet. Maar het hoeft helemaal niet duur te zijn. En dat is gewoon een voordeel. En dan moet je juist je slag slaan met dit soort momenten. Het is dus veel. We gaan ervoor. Even kijken hoor. Ja, het is echt super veel. Maar jongens, het is zo'n goede deal. Ik moet even kijken hoe ik dit nou lekker op mijn schoot kan houden. Een soort van. Oké. Okay. Het is dus wel, het is dus allemaal grotere maten. Vos heeft op dit moment maat 92 of 98. Dat ligt er dus net aan van welk merk. Zara valt voor vrijwel iedereen kleiner. Het is natuurlijk een Italiaans merk. En er zitten dingen in voor Hazel en dat is maat 74. Dus dat kan ze dus aan als ze dus echt in die maanden, in de wintermaanden zit. Dus ik heb daar echt over nagedacht. De maten voor Vos die ik hier heb zijn voornamelijk 98, zodat hij het aan kan in september. Of 104, dat hij het aan kan in november, december. Dus dan snap je het en dan weet je het een beetje. We gaan kijken. Ik heb de factuur digitaal ontvangen. Dus ik heb hier alleen de prijzen van de producten volle pond. En ik, uit mijn hoofd ga ik het proberen te doen te zeggen wat het in de sale was. Maat 104. Dus dat valt een beetje als een 98. Voor Vos. En trui met een beertje erop. Die was uiteindelijk maar iets van €5 of zo. Ik vind hem niet... Wauw, ik ben helemaal verliefd. Maar ik vind hem wel leuk genoeg. En ik dacht, ja, voor €5, €6 volgens mij was hij zoiets. Kan je niet klagen. En dit zijn gewoon truien die ook mooi blijven in de was. Oh, deze vond ik zo leuk. Met die krap erop. Deze is ook 104, normale prijs 15. Volgens mij was deze iets van €7 of €8. Dus het stofje, kan je zien, is een beetje een grijsje. Ik vond het zo'n grappig krabbertje. Hartstikke leuk. Even kijken, nu iets voor Hazel. Ook van deze trui vond ik echt heel leuk. Het is maat 74, 6 tot 9 maanden. En in mijn ervaring is dat dus echt 6 maanden. Met zilveren dotjes. Dream and Love. Ik vond hem echt super leuk. Moet je nagaan dat ze dit ook gewoon straks aan kan. Ach, ze heeft nou gewoon nog maat 50 natuurlijk aan. Waar ze alweer bijna uitgroeit. Echt bizar. Oh, jeetje. De kinderen worden zo snel groot. Oh, deze is echt fantastisch. Oh, en die trui. De trui was normaal €14,95. En die is dus dan nu ook tussen de €6 en €10. Daar moet je eigenlijk een beetje van uitgaan bij die truien. En heb je er soms koopjes tussen zitten voor 5? Ik heb hier ook een t-shirtje tussen zitten voor €2. Weet je al? Dit is maat 74. Kijk, en deze is alweer kleiner dan dit. Want dit is ook maat 74. Maar ik vind het echt een verschil in maat. Kijk, zie je dat? Kom nog een stuk onderuit. Nou ja. Ook maat 74. Normale prijs €9,95. En volgens mij was deze iets van €5, €6. Echt lekker hysterisch hoor. Met een unicorntje. Lachen toch? I believe in unicorns. Enjoy today. Het is een beetje een brede trui deze. Die is gewoon langer. Och, ik vind hem zo schattig. Een t-shirtje of een sweatshirt voor Vos. Deze was echt maar een paar euro. Deze is ook maat 104. €5,95.
Je hebt ook wel dagen waarop het natuurlijk niet knijterkoud is, waarop je een dikke trui aan hoeft. En dit zijn van die lekkere, makkelijke op een spijkerbroek of op een leuke chino. Vos heeft veel chino's aan en die vind ik heel leuk staan bij hem. En die was, dus echt maar 2-3 euro. Simpel, maar heel doeltreffend vind ik zelf. Oh, dit vond ik echt een hele mooie trui. Het is maat 98. Volgens mij kon ik die ook niet krijgen in maat 104. Die was uitverkocht. 14,95. Volgens mij was deze nu een tientje. Dit vind ik dus echt een hele mooie trui. Kijk, er staat een L op. In plaats van always staat er always watching. Hele mooie blauwe kleur. Die vind ik heel heel. Ja, dat staat volgens echt fantastisch. En die kan die dan aan op het moment dat het wat kouder is in september en oktober. Oh ja, deze vind ik ook zo leuk. Ik vind gewoon alles super leuk wat ik heb gekocht, jongens. Potsie Tori. Ook 14,95 maar 104. Dus dat was ook. Deze was volgens mij 10 euro. En dit is echt een mooie trui. Ja, een streepje en blauw, dat staat volgens mij fantastisch. De helft van zijn kast bestaat uit een streepje. De helft van mijn kast bestaat uit een streepje. Mijn jurkje trouwens, het is een jurkje wat ik aan heb. Die is, heeft een beetje een A-lijn model. Die komt trouwens van Next Direct. Even tussendoor, want ik weet dat ik er nou ook vragen over krijg. En ik winkel natuurlijk altijd Next Direct voor de kinderen. Ha, grappig, ik zeg kinderen. Normaal eerst voor Vos, maar nu natuurlijk ook voor Hazel. Ik ben er super tevreden over. Maar ik dacht laat ik zelf ook eens wat kleding bestellen. Om te kijken hoe het voor dames valt. Nou, top kan ik je vertellen. Ik ben er heel tevreden over. Het zit een beetje tussen de H&M en de Zara in qua kwaliteit. En de prijs-kwaliteit is dus heel erg goed in verhouding. Dus als je iets van hebt van 10 euro, verwacht dan ook inderdaad de kwaliteit van iets van 10 euro. En dit jurkje was 35. Nou, het is echt een heel mooi, dik jurkje. Ik ben er heel blij mee. En de maat... dit is een S en valt inderdaad relatief ruim. Even tippie tussendoor. Ja, super tof. Hele vette trui, heel mooi. Deze. 9,95, 104. Dus deze was iets van 5, 6 euro. Ja, die vind ik echt fantastisch. Die vind ik echt heel leuk. Ik denk dat Vos deze ook heel leuk vindt. Ik koop niet heel vaak truien met een witte basis met een printje erop. Maar op de een of andere manier was de collectie van de Zara had dit heel veel in haar collectie. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel heel erg leuk. Ik heb ook best wel wat nog blauwe truien nog voor Vos. Of al ook in de sale gekocht bij de H&M. Dus kan gecompenseerd worden. Ik vind wit altijd best wel heel besmettelijk. Ik kan Vos best wel wat bleker maken. Maar als het een beetje een crème wit is of een, net zoals die andere een beetje grijs, dan valt het mee. Maar echt wit is niet altijd even verstandig. Oh, ik vond dit zo'n leuke trui. Maat 68 voor Hazel. 14,95 en deze was nu 7 euro of zo. Deze had ik al op het oog toen de collectie uitkwam. Maar ik dacht, oké, Elise, wacht nou gewoon tot de sale. 15 euro voor een trui waarvan je weet dat ze het maar 6 weken aan heeft. Is vrij prijzig. En ik heb mijn geduld kunnen bewaren. En deze is geel met fruitjes erop. Ik vind hem zo schattig. Een broekje. Maat 62, 7,95. En die was nu iets van 3 of 4,95. Die had ik ook al op het oog. Die had ik ook al in mijn winkelmandje gestopt. Zodat het heel snel winkelen was toen de sale begon. Toen kon ik gewoon op betalen drukken. En gaan met die banaan. Dat is echt even een tip die ik je nou geef. Voor de sale van, dat je in de week, een paar dagen voordat de sale begint, moet je gewoon al je items al in je winkelmandje doen. En wel ingelogd zijn in je account. Het blijft volgens mij 48 uur geldig of zo. En dan gewoon op betalen rammen. Zodra die sale opent. En dan heb je het al. Dus dat is de manier waarop ik het doe. Trui voor Vos, maat 98. En 14,95, dus weer iets van een tientje. Een simpele trui, maar wel een hele mooie kleur. Staat hem denk ik heel goed. Hij is wat breder. Heel benieuwd wanneer hij daar goed in past. Oh, deze vond ik ook zo leuk voor Hazel. Maat 74, 14,95. Ook met een unicorn streepje. Zwart, dit is zwart. Zwart met wit. Echt fantastisch. Deze vind ik zo leuk.
heb ik toch veel spullen. Ja, jongens, ik heb zo goed gewinkeld. Maar moet je even nagaan, hè, wat gemiddeld dus de prijs is van al deze items. En weer een sweatshirt voor Vosmaat 98. Staat de prijs niet op, maar deze was echt maar een paar euro. Little Human of the Planet Earth. En hij heeft hier allemaal tekstjes. Het zijn allemaal geschreven woordjes. Even kijken, er staat A Bunch of Friends. Zoiets. Er staat iets op. Voor Hazel hebben we hier een jurkje. Een heel mooi jurkje. Maat 74, 9,95. Dus iets van 5, 6 euro nu. Met een streepje in blauw. Oh, ik vind het zo schattig, jongens. Met een wit majootje eronder. Met van die beetje lak. Van die lak schoentjes. Oh, wat schattig. Oh, wat heerlijk. Mm. Oh, dit is ook zo lief. Maat 68. 16,95. Oh ja, deze was wat duurder. Maar deze vond ik zo leuk. Die vond ik zo schattig. Dus deze was nu iets van een tientje, denk ik. Ik ga, weet je, 16,95 voor een jurkje vind ik gewoon normaal gewoon te prijzig. Zeker, weet je, Vos draagt nu een aantal maanden zijn kleding. Zijn schoenen niet, dat groeit er heel snel uit. Maar een aantal maanden wel zijn kleding. Maar Hazel groeit er zo snel uit in het eerste jaar. Dat 20 euro voor een jurkje of zo, ja, dat is me gewoon van de zotte. Maar in de sale kan dat wel. Met een leuk vestje erbij. Met 68, 12,95. Die was nu iets van 7,95, geloof ik. Met een hoesje van onder. In een mooi... Op de camera lijkt hij vrij... kanariegeel. Nou ja, hij is zacht geel. Dus hij is iets warmer. Ja, hij is net iets warmer dan dat ik nu op de camera zie. We hebben voor Vos nog een spijkerbroek in maat 104. Dat is echt best wel heel erg lang. En dit is echt iets dat hij pas in december aan kan. Maar ik vind spijkerbroeken die goed zitten vrij prijzig. En deze was 12,95. Dat valt ook nog heel erg mee natuurlijk. En nu was hij dan... Oh, dat weet ik niet meer. Volgens mij iets van 8. Daar ging niet heel veel korting vanaf. Maar een goede spijkerbroek. En ik vind deze heel prettig. Je kan ze alsnog bijstellen in de zijkanten. Vind ik heel ideaal. En je kan in het begin ze ook gewoon omslaan. Dus een beetje een stretch erin voor zijn billetjes. Hij heeft best wel lekkere bovenbenen. Heeft hij van zijn moeder. En dan hebben we nog een paar items. Twee shirtjes. Drie shirtjes. Deze vond ik echt zo leuk. Ik vind alles leuk, jongen. 7,95. Maat 74. En deze was echt goed afgeprijsd. Voor Hazeltje. Figuurtjes staan erop. En een wat langer shirtje. Voor Vos een t-shirtje. Dat is het enige zomeritem wat ik heb. Want ik heb Vos heel zijn zomergarderobe is er al. Omdat we in april al mooi weer kregen, kon ik niet wachten op de sale. Moest ik. En toen had hij ook nog een nieuwe maat. Dus de maat van de laatste warme dagen. Maat, nou toen had hij 74 of zo. Dat past natuurlijk bij lange na niet meer. Dus ik heb toen wel volle pond uitgegeven. Dus ik heb nu zijn herfst en winter... Garderobe bijna grotendeels wel allemaal in de sale. En dat vind ik ideaal. Dat scheelt ook gewoon heel veel geld. En deze was echt maar... was normaal 4,95 en nu maar 2 euro. 2,50. En dit vond ik een heel leuk t-shirtje. Dat heb ik gekocht in maat 98. Dus zou die nu meteen ook aankunnen. Kan zijn dat het nog iets ruim zit, maar niet heel veel. En niet heel ruimer. En dan als allerlaatste... Nee, nog één. Nog iets. Verder. Ja, het waren veel items. Ik had het al gezegd. En maat 68, 5,95 voor Hazeltje. Met beestjes erop. Zara Mimi, my best friend. Vond ik heel leuk. En als allerlaatste een heel leuk boekje. Maat 62, die was nu volgens mij 3,95 of 4,95. Met blauwe dingetjes erop. Heel leuk. Dat was hem.
Dat, oh, wat een mega groot. Ik heb nog nooit, denk ik, zoveel gekocht. Ik hou ook alles. Maar het, ja, het was een bak met geld, maar ik ben hier super blij mee. Ik ben gewoon klaar. Bijna, een winterjas. En ik heb ze ook al zijn winterschoenen in de sale bij de Zalando. Nieuwe Adidasjes en nieuwe Vans gekocht. Ook al in de sale, met 25 ook al voor de herfst en de winter. Straks een winterjas weer. Nou, een duim voor Vos in ieder geval. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En als je vragen hebt, kan je die altijd stellen. En ja, het was leuk om wel weer heel even. De kinderen liggen boven te slapen. Ik ga zo erachteraan. Want het is natuurlijk nog een beetje... Haas was vandaag 13 dagen, dus ik doe nog echt wel slapen tussen de middag. Dus ik vond het leuk om heel eventjes weer de camera erbij te pakken en lekker te filmen. En om dit even te laten zien. En dit moest ook wel, want dit is nu natuurlijk relevant en over een paar weken niet meer. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren en tot heel snel.